maanden nog worden ingevuld. En dat gebeurt door John van der Brom. Aftrap door NEC voor het duel dat gaat beslissen of Ajax al dan niet winterkampioen wordt. Bovendien het laatste duel van de eerste competitiehelft. Muur van Ajax voor de eerste vrije trap van de wedstrijd. Meteen in de eerste minuut van de aftrap aan met Kooistra achter de bal. En Kooistra kan venijnig schieten. Kooistra en Pothuizen voor NEC. NEC dat snel zaken wil doen. En Rijkaard die de tegenstander vasthoudt. Vrije trap tegenkrijgt. Dat is niet zo moeilijk. Vrije trap is al genomen. Van Eikeren. Een ruimte voor een schot van Van der Linden. Van Eikeren. Van Vossen laat lopen en dan kan Seedorf door. En dan is Broekhuizer op tijd uit om te voorkomen dat Seedorf er ook een punt achterzet. Overmars. Kooistra, blind. Geen buitenspel. Want Verhoeven was blijven hangen. Tegenover Overmars. Krude. Neemt erg veel tijd. Daardoor kwam Kooistra er niet uit en komt Ajax terug via Van Vossen. Van der Brom laat lopen. Seedorf over de doelman heen probeert hij. De kopbal van Blind dan voorlangs. Maar de verdediging van NEC was even compleet uit positie. De Boer, Davids en dan is Van der Brom vrijgespeeld en is het raak. Hele mooie combinatie in kleine ruimte. Waardoor Van der Brom plotseling vrij kwam. En het is natuurlijk extra aardig dat juist Van der Brom voor Ajax de doelpuntenmaker is. Vrij trap door Van der Linden vervolgens richting Lok. Dat was bijna gelijk. Binnen 60 seconden. Rijkaard legt zijn ploeggenoot uit hoe dit gebeuren kon. Een lange vrije trap die door Lok maar net langs de paal werd geprikt. Van der Linden. Kooistra. Als die bal achter Blind valt, kan misschien Pothuizen er wat mee. En dan is er opnieuw een overtreding van Frank Rijkaard. Maar het geel blijft nog steeds binnenshuis bij scheidsrechter Herman van Dijk. Rijkaard zelf zal beseffen dat het niet ver meer weg is. Van Wanrooy's vrije trap, gevolg NEC's tweede hoekschop. De eerste hoekschop van NEC werd door deze Kooistra vanaf de andere kant vermorst. Maar hij kan ze best aardig nemen. Zo draait deze goed binnen bij de eerste paal. Nog eens Kooistra. En een goede kopbal van Van Eikeren. Van der Linden. Doelman Broekhuis. Lok. Beetje onorthodox. Van de Boer. Die nu wel geel krijgt. Dat is zijn tweede geel binnen vier dagen. Want jongsleden zondag in Breda was het ook raak. Bij de vrije trap Kooistra die niet trapt. Van der Linden die wel trapt. Pothuizen. Van Diemen moet ingooien. Ik vind het eigenlijk geen echte bestemming, maar Davids maakt dat goed. Nu Pothuizen en dan is Krude doorgelopen. Krude is door, Blind grijpt in en de kans gaat verloren.
Overmars. De Boer. Overmars. Zeker geen buitenspel. Want in het centrum stond Van Diemen nog. Overmars heeft dus de vrije kans. Broekhuis blokkeert hem weg. Wanneer Ajax de wedstrijd al snel in de zak had kunnen steken, was dit een opgelegde mogelijkheid geweest voor Mark Overmars. Erik Stok. Twee lange paas van de Noord tot bij Lok. Van Manrooy, Verhoeven. Opnieuw Stok. Nu veel minder op schot. Of op paas. Niettemin heeft NEC de ingooi gekregen. Neemt hij snel. Van Eikeren brengt de bal voor. Pothuizen krijgt de voeten tegenaan. En dan is het bijna een treffer van Manrooy. Hier nog eens die fase van opportunisme waar Van der Sar zich op een volleybalveld waant, maar zich herstelt op de inzet door Van Manrooy. Blind met ruimte op de as van het veld. Davids. 1-2 met de Boer. Davids treft opnieuw Broekhuis op zijn weg. Die doet zijn werk goed. Dan loopt de scheidsrechter in de weg en dat helpt Ajax in dit geval. De Boer. Krude. Voor het begin van de tweede helft. Guus Hiddink, nog onbezoldigd bondscoach op de tribune van de Goffert. Met naast hem een andere oud NEC-speler. Tegenwoordig bestuurslid, zei Visser. Verhoeven. Van Manrooy. Ingooi door Verhoeven. Reiziger kruist voor Van Eikeren. Ontmoet aan Kooistra. Die bal gaat uit via Reiziger. Kooistra gooit snel in. Van Eikeren. Maar net niet Pothuizen. Door toedoen van Frank de Boer. Nu wel Pothuizen. Door hulp van Van der Linden. Nu aan de bal. NEC probeert het in de tweede helft duidelijk opnieuw. Door strijd. Strijd waar Ajax na een vermoeiende eerste seizoenhelft zo tegen de winterstop duidelijk geen behoefte aan heeft. Zie Krude hier in het duel. Van Eikeren. Winslop. Eén woord is voldoende. Een schot door Overmars. Bijna verrassend genoeg om Broekhuis te verrassen, maar bijna. Winston, hoe lang nog? Hier, daar gaat de De Boer van Vossen. Van der Brom. Lok. Kooistra. Verhoeven. Zeedorf. Nu moet Broekhuis kiezen. En NEC heeft alle geluk van de wereld. Dat de inzet van Ronald de Boer nog net gekeerd wordt door Van der Linden. Bal is nog niet weg trouwens. Van Vossen. Fase van druk van de kant van Ajax. Zeedorf. Slalom handig tussen een aantal tegenstanders door. Bal niet lekker voor Blind voor een schot. Maar dan is daar Van de Brom en is daar de tweede. Op 12-13 in de tweede helft. Opzet door Peter van Vossen. Die de bal niet goed genoeg aan Blind geeft voor een direct schot. Maar dit is natuurlijk wel zo goed. Zeedorf bedient Van de Brom en het is 0-2. En daar is hij dan. Winston Bogarde. Ja. Zeef is eruit. Nu echt officieel Ajax ziet.
De laatste wedstrijd van het kalenderjaar in de ploeg voor Overmars. Al vrij lang vertoeft NEC op de helft van Ajax zonder dat het verder komt dan fysieke aanwezigheid daar vooralsnog. Goeie actie van Van der Brom. Bal onder de voet teruggehaald. Creëert ruimte voor Seedorf. En zolang Ajax de bal kan rondspelen en NEC kan weerhouden van de strijd die de ploeg wil brengen, omdat Ajax daar zeer duidelijk geen behoefte aan heeft, is het voor Ajax nog allemaal wel te behappen. Boogaarden. Blind. Anton Jansen. Helemaal vers, zijn eerste balcontact. Anton Jansen legt de bal op de lok. Die laat het passeren, maar er is niemand achter. De bal, 18e minuut en het is meteen raak. 1-0 voor Ajax, John van der Brom. De speler die eigenlijk al tot het tweede elftal van Ajax behoorde, maar hier zijn succes. De bal van Ronald de Boer op Davids en van der Brom helemaal vrij. 1-0 voor Ajax. En zo is het 2-0 voor Ajax. En het gebaar naar Van Gaal is duidelijk. Dan komt Winston Bogarde erin voor Overmars. Het debuut van Winston Bogarde. Maar de wedstrijd was na die 2-0 wel gespeeld. Laatste actie van de wedstrijd. De kopbal van Anton Jansen wordt overgetikt door Van der Sar. En het blijft 2-0 voor Ajax. Ajax gaat dus als lijstaanvoerder de winterstop in. 26 punten uit 15 gespeelde wedstrijden. Rode JC heeft evenveel punten, maar één wedstrijd meer gespeeld. FC Twente volgt als derde op 3 punten. En onderin zijn de problemen voor NEC alleen maar groter geworden. En net als Rode JC is Ajax in de eerste helft van de competitie ongeslagen gebleven. Opvallendste speler vanavond was John van den Brom. De vaste basisspeler van de tweede mocht deze keer de geblesseerde jaar.